vraag je natuurlijk af waarom ik er zo debiel uitzie. Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Het is namelijk weer tijd voor ons vaste onderdeel van de zondagavond. Maar één ding is duidelijk. Een flashback wordt onwijs lastig, dus daar gaat het. Het is toch niks bijzonders? Weet je toch ook gewoon sushi en maken Japanse auto's? En toen viel ik even helemaal stil, want het is waar. Van goede sushi kun je mij midden in de nacht wakker maken. Stapel op sushi. Het fragment kwam uit de stapel op auto's. Dus die BM'ers die gaan mij nu al smeken of ik ze uit de remslaap kom halen. Nou, dat kan. Jezus, wat loopt dit makkelijk. Hadden we dat niet kunnen checken dat er een trapje zit? Wat denken jullie dat ik dat ga doen met dat pak? Wat is 16? Nu weet ik ook hoe Shugley Hooper zich voelt. Niet goed. Ik mag. Hup! Ik, Bart. Hé, hey, Huub. Fort Knox. Hallo, jongens. Hé, hey, Huub. Ik dacht dat elke kleine kindel belt dan weer in de nacht. Hé. Hey. Van sushi's, dat had ik nooit moeten zeggen natuurlijk. Nee, dat was een grote fout. Kom binnen. Nou. Ja. Had je hem al verwacht? Dit ding, ik weet niet wat het is. Ik ben een sumo-worstelaar. Maar slaap jij diep? Ik slaap vrij diep, ja. Ja? Ik heb hard gewerkt om morgen een cursus gegeven. Nee, hoe vind je me? Ik bedoel, het was wat koud om in zo'n Jezuslab aan te komen. Dus ik dacht, ik doe zo pak aan. Maar ik heb hier Psycho bij me. Kom eens. Psycho. Kijk eens. Ja, ik kan niet weetpakken. Ik kan bij niks. Nou, ik kan net misschien. Kijk eens. Ja, dat weet ik ook wel. Geweldig zijn ze, vast en zeker. Maar daar konden we je toch s'nachts zo wakker maken? Nou, dat had ik een ongelofelijke opwelling, had ik dat tegen jouw producent gezegd. Ik heb vervolgens natuurlijk niks meer toevertrouwen, snap je wel? Nee, maar wat heb je met die rauwvis? Ja, dat is ongelooflijk lekker. Ja? Dat is heel erg lekker, ja. Mijn neem is dan? Ik bedoel, je kan het wel even proeven. Een sojasaus bij. Maar kan je dit ongeveer een beetje vergelijken met Japanse auto's? Met sommige Japanse auto's. Kijk eens, we hebben ook nog sojasaus. Mijn. Hoe smaakt dat nou, zo ochtends? Nou ja, is het ochtends? Hoe laat is het? Ja, weet ik veel, het is 4:05. Lekker, hè, rauwvis om 5 uur ochtends. Dit is mij voor wakker maken, zeg ik wel. Was je mijn worstelijk neusje? Nee, maar ik dacht dat is misschien wel erg leuk. Het is nogal koud. Ik denk dat is dan wel vrij aan. Ik heb zo'n voor jou. Heel erg koud. Ik heb voor jou ook helemaal zo'n pak. Kijk, het licht. Dat is een pak. Ik dacht, wat is dat voor een pak? Ja, hou eens vast. Staat je trouwens leuk dat eruit. Leuk, hè? Kijk, dan moeten we hier op die ring. Zo. Oh. Wat zit dit lekker in, Melise? Hé, hey, voordat ik het vergeet, wij hebben wat gemeen. Nee, wat dan? Ja, jij moet de kijkers bijna uit de rug. Jij bent de presentator met de kortste benen en ik de acteur met de kortste benen van Nederland. Laat eens kijken. Ik heb hele korte benen. Oh ja. Kort, hè? Laat dat nu nog een keer zien. Nee, ga weg. Maar weet je wat wij gemeen hebben? Ja. Oh. Jij moet de kijkers uit de remslaap halen. Want ik remslaap? Nee, ik Nee, dus ik wil je niet. Ik kan wel even lekker leunen. Ja, leun even. Ik wil je niet ongerust maken. Ja. Maar kijk hoe ik nou weer sta. Maar volgens mij wil de tros van je af, hoor. Ze hebben je om 12:15 's avonds gezet.
zomaar kunnen. Weet je wie, ja, dat moet je eigenlijk eens gaan uitzoeken, een beetje, ja. Beetje laat in de nacht. Zou je mij een enorm plezier mee doen? Zou jij me de overheid kunnen helpen? Dat is niet waar, echt waar. Jezus, wat een ding zeg. Zal ik je gewoon maar weer lekker je bedje laten gaan? Ja, dan zet ik dit in de ijskast. Ja. En dan wacht ik tot Rezi terug is met de kinderen. Dan gaan we hier samen ongelooflijk lekker van eten. Ja? Ja, oké. Hey. Doe Japanners dat? Ja. Jij wou toch Japans? Ah. Nee, hoi. Hoi.